Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Vanuit het noorden breidt de opklaring zich over het land uit, maar in de zuidelijke helft is het nog enige tijd bewolkt. Er vallen ook plaatselijk een paar winterse buien en die zorgen voor gladheid, met name in de eerste ochtenduren, want dan is het wegdek nog onder nul. Het kan dus verraderlijk glad zijn. De gladheid zal rond een uur of 11 denk ik overal wel weg zijn en dan zien we vanmiddag ook de buigheid afnemen. Daarbij dus zonnige periode, meeste wolken in het zuidoosten, temperaturen in Limburg 2 à 3 graden, in het noordwesten kan het 5, misschien zelfs 6 graden worden. Vanavond grotendeels droog weer, opklaringen en dan daalt de kwik snel weer tot rond het vriespunt. In de nachtelijke uren kan er een mistbank ontstaan en kan er langs de westkust weer een winterse bui vallen. Morgen, dus een herhaling van zetten. Opnieuw in de ochtenduren kans op gladheid. Daarna zonnige periode en grotendeels droog weer. Temperaturen zijn morgen iets lager dan vandaag. en De wind draait naar de Noordoosthoek. Donderdag ook een Noordoostenwind. Temperaturen dan nog wat lager. Want s'nachts gaat het zelfs matig vriezen. Overdag 0 tot 2 graden. Dan kan er een enkele sneeuwbui vallen. Waar? Dat weet ik nog niet. Kans is het grootst in de kustprovincies. Vrijdag en zaterdag lijkt het weer grotendeels droog te blijven. Ik ben Michiel Severin. Van Weerplaza.nl